Via Cultura Weekend Magazine. Met de Vegan Award voor Cookie.nl. Jullie gaan we straks in gesprek, maar ik heb hier aan de telefoon twee hele blije mensen. Judith en Madelon van Cookie.nl. Judith en Madelon, jullie hebben een Vegan Award gewonnen. Wat is een Vegan Award? Een Vegan Award is een award. Die wordt ieder jaar uitgereikt door de Nederlandse Vereniging voor Veganisme. En daarin zijn verschillende categorieën, waaronder dus de beste vegan webshop. Ja. En die hebben wij gewonnen. Met Cookie.nl, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Ja. En Judith, wat is Cookie.nl precies? Wat doen jullie? Cookie.nl is een initiatief gestart door ons. Door de coronacrisis is het ontstaan. Madelon heeft een foodtruck. En wij zouden afgelopen zomer met z'n tweeën het festivalseizoen met de foodtruck rondgaan. Maar dat kon niet meer. Weinig festivals voor Tante Tofu heet het, geloof ik, hè? Ja. Tante Tofu-truck, ja. Dus eigenlijk geen festivals. En ik dacht, ik vind het toch wel heel gezellig om nog met Madelon samen te werken. En een foodtruck die stilstaat, die levert niks op, maar kost wel heel veel geld. Ja. Dus we hebben de productiekeuken omgetoverd tot bakkerijtje. En om op die manier toch nog de kosten voor de foodtruck te kunnen dekken. In de hoop dat we volgend jaar wel het festivalseizoen met de foodtruck weg kunnen. Ja. En gaan jullie dan in de toekomst zowel het een als het ander doen? Ik bedoel, want Cookie is dus kennelijk een succes. Ja, Cookie is een groot succes. En of we het gaan combineren, dat is de vraag. De tijd zal het uitwijzen. En weten de klanten jullie al goed te vinden? Ja, behoorlijk goed. Ja, nou, hartstikke leuk om te horen. In ieder geval heel erg gefeliciteerd met die award. En ik wens jullie heel veel succes met Cookie.nl. En ik hoop inderdaad dat de foodtruck volgend jaar weer gewoon naar allerlei festivals kan. Want dat betekent ook dat er gewoon weer wat te doen is in dit land. Ja, dus nogmaals gefeliciteerd. Ik zal er zo nog even over doorpraten met Lopke, die hier in de studio is. Die kennen jullie geloof ik ook. Zeker. Ja, en dan Lopke, die weet heel goed hoe onze koekjes smaken. Dus daar kan ze wel wat over vertellen. Ja. Nou, dan ga ik dat zeker even aan de vragen. Hey, leuk dat jullie heel even aan de telefoon wilden komen. En heel veel succes met wat jullie doen. Ik vind het een tof initiatief. Dankjewel. Tot kijk.